Onze uitdaging, onze collectieve ambitie is eigenlijk om de mensen echt startsbekwaam te krijgen in dit uitdagende werkveld. Ik ga het hebben over de preventie van fraudegevallen. Dus eigenlijk aan de voorkant, hoe zorg je ervoor dat je medewerkers zich integerder gaan gedragen? We zijn eigenlijk het jongerennetwerk van het IFFC. Dus jongeren tot en met 35 die werkzaam zijn in de bestrijding van financieel-economische criminaliteit kunnen zich bij ons aansluiten en wij organiseren verschillende events om jongeren samen te brengen, kennis te delen en ook over innovatie te spreken. Ik denk dat er veel meer initiatieven zijn die tot elkaar komen waar je eigenlijk gebruik maakt van publieke informatie. En gesloten informatie om die waarheidsvinding te optimaliseren. Weer andere organisaties, betere onderwerpen. Dus kijk naar wie er gekomen zijn. Goede samenstelling, publiek-privaat.